De dioxine die in de eieren van Harlingen kippenboeren is aangetroffen, is gelijk aan de dioxine bij andere hobbyboeren in Nederland. Het is dus geen specifiek Harlingen probleem dat mogelijk door de reststoffen energiecentrale zou worden veroorzaakt. Nadat in september 2013 door het Harlingen bedrijf ToxicoWatch bij kippen van sommige gezinnen in en bij Harlingen te veel dioxine was aangetroffen, is in opdracht van de gemeente Harlingen door de GGD Friesland in samenwerking met het RIVM en Ritkild een vervolgonderzoek gestart. De cijfers uit september blijken dus te kloppen, maar wijken dus niet af van landelijke cijfers. Het is niet verboden om deze eieren te eten, maar de GGD blijft het eten van te veel eieren van eigen kippen afraden. Dit geldt met name voor kinderen en personen die nog kinderen willen krijgen. Eigenlijk is het kippetje thuis helemaal niet zo gezond, hè? Nee, dat is niet per definitie gezonder dan kippen die in een grote veehouderij lopen. En dat is omdat er bij die grote toezicht is op de hoeveelheid dioxine in de eieren. En bij de kleintjes is er niemand die erop let. Er is dus eigenlijk in Harlingen met de kippen niks bijzonders aan de hand. Voor zover we op dit moment gegevens hebben uit beide onderzoeken, die van september en die van nu, zien we alleen maar hoeveelheden dioxine en soorten dioxine die hetzelfde zijn als in de rest van Nederland. Die dioxine wijst niet in de richting van de afvalhoven? Op dit moment is er helemaal geen koppeling te leggen tussen die dioxine en de afvaloven. Maar we gaan ermee verder. En zodra eruit blijkt dat het toch aan die afvaloven zou kunnen liggen, dan zijn we de eerste om dat ook te zeggen. Maar moet er dan niet landelijk ingegrepen worden? Omdat er dus landelijk eigenlijk veel dioxine in eieren kunnen zitten van kippen, van mensen die weinig kippen hebben. Zou er eigenlijk meer aandacht voor moeten zijn. Meer in elk geval voorlichting, maar misschien ook weer meer metingen, zodat we preciezer weten wat nou waar zit. Maar dan verdwijnt de romantiek van het eigen kippetje achter het huis. Ja, maar dat is natuurlijk vaker wel zo met het romantiek, dat het niet helemaal spoort met de realiteit. Dat is jammer, maar wij zijn er toch ook voor om de vinger op de zere plek te leggen. Neemt niet weg dat er nu in een aantal gevallen verhoogde dioxine in eieren aangetoond is. Waar kan dat door ontstaan? Of is dat normaal? Nee, het is niet normaal, want dioxine zijn een stof die in de natuur eigenlijk nauwelijks voorkomen. Misschien bij een blikseminslag of een vulkaanuitbarsting of zo. Maar de dioxine waar het hier om gaat zijn waarschijnlijk afkomstig van verbrandingsresten die in de bodem zitten. En die komen dan van houtvuren of die komen van oude kachelas of misschien nog wel andere bronnen van verbranding waarvan de resten in de tuin terechtgekomen zijn. En die stoffen kunnen daar tientallen of honderden jaren lang in die bodem actief blijven. In Harlingen gaat het gerucht dat het misschien ook wel van de grote brand bij suikerwerkenfabriek Friesia geweest kan zijn. Is daar enige aanleiding voor om dat aan te nemen? Nou, ik heb geen enkel gegeven gezien dat die kant uitwijst. Maar er is ook, het is ook niet heel logisch om dat aan te nemen. Want dan zou er dus extreem veel roet overal neergeslagen moeten zijn op die plekken waar nu in die eieren metingen gedaan zijn. Barbecue? Ja, nou, barbecue zal één van de bronnen kunnen zijn van die dioxine. Ja, maar ook elke andere bron van verbrandingsproducten die in de tuin terechtkomen. Maar de rook zelf, daar zit niet een hoeveelheid in waar schade door optreedt. Het is echt zo dat het zich moet ophopen in het eigeel of in dierlijke vetten, wil het bij de mens in gevaarlijke hoeveelheden naar binnen komen. Wat gaat de GGD en de gemeente Harlingen nu verder doen? Wat we al gedaan hebben is dat we contact opgenomen met de mensen bij wie de eieren nu onderzocht zijn. Die bieden we aan om mee te helpen, om erover na te denken hoe ze hun kippen zo kunnen laten lopen dat er geen dioxine meer binnenkomen. Dan biedt de gemeente aan om die eieren opnieuw te onderzoeken om te zien of de hoeveelheid dioxine teruggelopen zijn. En als dat zo is, dan zou dat na verloop van tijd eigenlijk nog een keer bekeken moeten worden om te zien of het ook zo blijft.